geheel nieuw in Beverwijk is de Rockschool voor Senioren. Wat houdt dat precies in? De Rockschool voor Senioren brengt muzikanten en mensen die dol zijn op muziek en graag muziek met elkaar willen maken bij elkaar. En we starten met een geweldige introductie op zondag. Dat is op 14 oktober van 2 uur 's middags tot 5 uur. We geven dan kleine workshops, we geven voorstelrondes, er is kennismaking. We gaan de set met elkaar doorspreken en bepalen. En de dag daarna op maandagavond van 7 tot 9 gaat het echt beginnen. Dan gaan we 2 uur keihard aan de gang met onze muziekcoach en met onze zangcoach. En daarna drinken we nog gezellig een borrel of een kopje thee aan de bar. Dus je hebt echt gewoon een hele avond uit en je ontmoet de meest geweldige oude rockers en mensen die dol zijn op muziek. En dan werken we naar een optreden toe. We repeteren 10 weken lang en dan gaan we echt keihard aan de bak. En dan gaan we in de prachtige ruimte hiernaast, waarin je al je mensen en je vrienden, je kennissen, je buren, je kinderen, je kleinkinderen uit kan nodigen om te laten zien van kijk, dit kunnen wij met elkaar. En dat wordt echt een spetterend optreden. Dus je bent gewoon echt 3 maanden lang aan het werk met elkaar. En wordt ook een hechte vriendengroep. En we maken lol en we hebben gezelligheid. En dan eindigen we op 23 december. Dat is op een zaterdagavond. En dan sluiten we het feestelijk af. Dus jullie werken toe naar een eindoptreden? Jazeker. Want weet je, dat merk je ook. Het is ook belangrijk dat je gewoon een doel hebt waar je met z'n allen naartoe werkt. Want waar repeteer je anders voor? Dat is ook vaak ook waar bandjes een beetje op stuk lopen. Van je kruipt met elkaar een oefenruimte in. Je bent eindeloos aan het repeteren, maar waar leidt het allemaal toe? Nou, hier weet je vanaf het begin van, hé, we werken daar naartoe. Ja, en dat motiveert enorm. Ed, je bent de band muziekcoach. Ja. Hebben de deelnemers een muzikale achtergrond nodig? Nou, voor de band is het wel handig dat je eigen instrument kunt bespelen. We gaan niet mensen helemaal van scratch af aan leren gitaar spelen of bas of drum. Voor de zangers geldt dat anders. Als je een beetje kunt zingen, dan zorgt Monique, want Monique is de zangcoach. Zorgt hiervoor dat je zo goed toegerust wordt zeg maar, om goed mee te kunnen zingen. Maar voor de muzikanten is het wel handig inderdaad dat ze in ieder geval een instrument hebben en dat ook min of meer beheersen. Ja, ze moeten ook hun eigen instrument hebben. Ja. Mijn eigen instrument meenemen. Het goede nieuws is, en dat zie je ook hierachter denk ik wel, dat alles qua versterking staat hier. We hebben een drumstel staan hier, versterkers, dus hoeven alleen maar een gitaar mee te nemen of misschien een keyboard. Maar voor de rest is het inpluggen en gaan. En wat wordt de muziekkeuze? Ja, dat is nog spannend. Wij zullen op de introductiedag zullen wij met een lijst komen van nummers waarvan wij denken, die zijn geschikt om dat te doen. Maar de mensen die daar komen, die gaan uiteindelijk bepalen welke nummers we daarvan kiezen met z'n allen. Het is wel gaaf om dingen te kiezen waarvan we zeggen, dat is leuk om straks te gaan uitvoeren voor onze vrienden en kennissen. Maar het is ook leuk om daar elkaar samen muzikaal in te vinden. De introductiedag is bedoeld om kennis te maken met jullie. Ja. En dan kunnen ze zich dan op die introductiedag opgeven? Ja, dat klopt. Ze kunnen daarvoor al natuurlijk opgeven. Ook naar aanleiding van deze film kun je informatie vragen. Als je zegt, ik weet het nog niet helemaal zeker. Nou, kom dan zeker naar die introductiedag toe. Want daar zie je ook wie er nog meer geïnteresseerd zijn. Maar daar krijg je ook nog beter te horen inderdaad wat gaat er precies gebeuren. Je kunt de oefenruimte zien. En de eerste bellen hebben we al volgens mij. En dit hier is jullie oefenruimte? Ja, dit is onze oefenruimte. Een volledige backline, zoals we dat mooi noemen. Dus alle drums staat er, versterkers staan er, microfoons. Dit is eigenlijk een hele beroemde ruimte hè, waar ze gaan repeteren. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Dit is de rocktempel van Beverwijk. Hier hebben hele grote artiesten gestaan. Bintangs oefent hier. Maar ook in het verleden zijn hier best prominente namen geweest. Ik noem maar eventjes The Kings. Met in het voorprogramma toen nog de Colonial Rings. Die hebben hier gespeeld. En hier gaat het nou gebeuren, de 23e, die zaterdag. Hier kunnen mensen gewoon laten zien van wat we al die weken hebben geoefend. Wat vind jij er nou van? Ja, ik vind het echt fantastisch. Dit is de droom van elke muzikant die graag wil optreden. Fantastisch podium, supermooi geluid. Ik ren erheen, ik ga er heel even op staan. Ja, doe het even. Trek de stoute schoenen aan en we zien elkaar hier 23 december op dit prachtige podium in deze geweldige feestzaal. Tot ziens en meld je aan.